we zijn terug bij de vloggende papa. En we staan bij ons in de keuken. Waarom staan we eigenlijk bij ons in de keuken op dit moment? Pannenkoeken maken. Ja. En een siphon. Wat is er zo speciaal aan de pannenkoeken die we gaan maken? Dat ze een kleurtje hebben. Pannenkoeken met een kleurtje? Ja. Zijn die wel lekker dan? Ja. Weten we niet. Oh. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan er goed mee aan de slag. Gelukkig kon mama ons helpen, hè? Want wie kan het beste pannenkoeken bakken hier in huis? Mama! Echt mega goed in, hè? En dan moeten we misschien straks even allemaal losse bakjes doen, zodat we voor de verschillende kleurtjes allemaal eigen bakje hebben, zodat die pannenkoeken dan allemaal een eigen kleur krijgen. Ja. Maar als we alles in één grote kom gooien, dan heeft alles dezelfde kleur natuurlijk. Ja, ja dat is dat lijkt me niet helemaal de bedoeling, misschien. Sophie, wat hebben we allemaal nodig? Wat staat erop? Eieren en melk. En dat pakken. De rest weet ik niet. Nou, dan ga ik in ieder geval eieren en melk pakken in de koelkast eventjes. Dat lijkt me dan wel handig. Even kijken naar de eieren. Twee eieren? Ja, twee eieren. Twee eieren. Annick, hier zijn de eieren. Voorzichtig. Voorzichtig. Wow, pak anders één ei per keer. En daar hebben we ook nog melk, zie ik. En dat hebben we dan ook nodig. Dat lijkt me wel precies genoeg melk volgens mij. Ja, nou, dat is dan al handig. Daar hebben we al twee bakken voor twee kleuren. Dat is heel handig dan. En Jasmijn is nou het pak aan het openmaken voor ons. Ja, maar ik ga hetzelfde kleuren als Jasmijn. Dus dan kunnen wij samen doen op één bak. Ja, misschien wel. Maar misschien dat ook nog weer kleinere bakjes nodig zijn om weer twee kleuren te mengen tot weer een nieuwe kleur. Nou ja, we hebben ook nog een ander pak eventueel, hè, met losse kleurstof. Want dit hebben we dan in één keer gekocht. In de supermarkt gewoon. Dus dat is heel gemakkelijk op zich. Alleen de grote vraag is, het kan wel gemakkelijk zijn, maar is het dan ook lekker? En lukt het allemaal een beetje zoals ze het erop hebben geschreven? Want ze verzinnen een hoop tegenwoordig. Maar klopt dat dan allemaal wel, hè? Ja. Dat is even spannend dan. Er zitten twee zakjes in. Twee zakjes? Wacht erin. Oh, ja. Dus we kunnen maar twee kleuren maken. Kijk. Dit is er ook één. Hier staat niks op. Oké. Okay. Dit zijn rode en groene pannenkoeken. Rode en groene pannenkoeken. Spannend, spannend. We gaan eerst één doen. We gaan nu de rode maken. We gaan beginnen met de rode. Goed zo, Jasmijn. Ja. Oh, hier zit nog heel veel spijn. Ja. Andere kant ook. Ik denk dat het heel lekker gaat worden. Daar is al een 600 of doe je nou eens 300, mama? Heel slim. Dan kun je je dus vergissen, hè, dat mensen dan nou al de 600 melk erbij doen en dan gaat het fout. Fout? Dat is niet goed. Nee, maar wij doen het wel goed nou. Melk bij. Melk bij. En misschien hadden we de groene de helft. Toch maar de helft? Ja, van de helft maar in. Oh, dan moet je al roeren en dan weer de andere helft. Giet maar een beetje, help maar een beetje, Sophie. Stop, niet alles. Ho maar. En dan gaan we mixen. En dan denk ik dat we het zo weer een beetje erbij moeten doen. Want het wordt geen pannenkoek. Oh, één ei. Oeh. Oeh. Pas op, hè, dat er geen dingen van de eierschil in de pannenkoek komt. Dit is zo'n heel belangrijk moment altijd. Oh, hop. Atza, daar ging de rest van de melk. En doe maar alles erin. En dan gaan we roeren. Wat vinden we ervan? Het lijkt een beetje op sap. Dat is mij niet doen. Lijkt heel erg op sap. Sap? Ja. Bietensap? Sap. Dat je bietensap of niet? Ja, het zal ook de smaak van mij bietensap. Nee, toch? Nee, het zal gewoon een pannenkoek smaken. Hopelijk. Ja, dat hoop ik wel. Oeh, daar is de pan. Hoe kan dit nou een pannenkoek worden? Ik denk ook dat ze zich vergist hebben hoor. Dat het gewoon niet helemaal goed is. Daar ben ik ook een beetje bang voor. Ik wil ook! Ja. De wasemkap erbij aan, anders stinkt het heel huis de hele dag naar pannenkoek.
En dan gaat hij. 1, 2. Woep. Het wordt gewoon pannenkoek. Ja. Wow. Roze pannenkoek. Beetje rosrood. Is lastig inschatten wanneer die nou echt helemaal klaar is. Maar hier ligt nou een eerste pannenkoek. Een roze op een rood bord. Ja. Dus je ziet hem bijna niet meer. Die ligt er nog heel even te liggen. Kunnen we hem nou zo nog gaan proeven, mama? Ja. Samen. Nou, dan mag Aniek de stroop erop doen. Ondertussen bakt de volgende alweer. Gaat in hoog tempo hier. Zo. Oh. Misschien kunnen we allemaal een eigen pannenkoek. Nou, ga maar proeven, Aniek. Neem je hapje. Rappapa, rappapa. Oh, dit is maar. Hoe gaat het smaken? Daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Oh, kijk even hierheen, Aniek. Wie? Voor je hap, ja, stop je hap er maar in je mond. Kunnen we zien hoe je kijkt namelijk. Of je kijkt dat het lekker is of dat je kijkt dat het vies is. Het is best wel lekker. Hij is best wel lekker? Ja, smaakt gewoon naar pannenkoek. Smaakt hij gewoon naar pannenkoek? Ik zag daar mama volgens mij al een hapje nemen. Ik zie daar Sofie een hapje nemen. Hoe smaakt die, Sofie? Goed, en Jasmijn, heb jij ook al in je mond? Is die lekker? Oh, er gaat nog een stukje. En ik wil eigenlijk ook nog een stukje proeven. Oh, alles al weer op. Nee, papa weer niet aan de beurt. Papa weer niet aan de beurt, papa. Snel aan de beurt. Mm, lekker. Wauw. Oh, roze pannenkoek is lekker. Ik wil graag stroop en poedersuiker. Nou, de eerste rode zijn er op, dus dat betekent dat we doorgaan met groen maken. We hebben nog een heel klein beetje rood apart gezet. Waarom hebben we dat gedaan ook alweer? In een bakje. Maar waarom hebben we dat apart gezet, dat rood? Omdat we anders krijgen we groen en rood door elkaar. Groen en rood gaan we ook nog door elkaar doen straks. Ja, oh, dat wordt denk ik heel zwart of zo. Ja. Nou, Jasmijn heeft het zakje alweer te pakken, heel goed. Oh, dat is een andere kleur hoor. Echt? Deze kleur is echt heel mooi. Hij is nog niet heel groen. Maar door de melk en dan mixen en de ei, wordt het wel. Eerst aan het ei denk ik, of niet? Eerst de melk, hè? De helft of de eerst een beetje melk. Zeg jij stoppen? Nee, maar die mag ik doen. Zo? Meer. Nee, stop maar. Oh, Aniek het ei. Pas op, hè. Pats. Jop. Ja, daar gaat hij. Goed hoor. Maar geen eierschalen. Goed zo. Kijk maar hetzelfde groen. Een mooie groen. Het is lichtgroen, hè? Ja, ik had eigenlijk een andere groen. Ja, ik ook. Maar je kunt nog wel beter zien of die klaar is, denk ik, dan bij rood. Nou, groen lijkt duidelijk meer op een pannenkoek qua kleur. Ja, die lijkt gewoon meer op een pannenkoek. Het sneeuwt. Lekker. Oh. Er zit genoeg poeder op. Ik ga even kijken hoe Aniek hem neemt. Daar gaat hij. Even kijken hoe ze kijkt. Ze proeft heel zorgvuldig, heel goed proeft ze. Ze smaakt precies hetzelfde als de rode. Oké, okay, nee. Dat is interessant. Zo, daar zit er weer een rode in. Dan gaan we nog het groene, het overgebleven groene gaan we nog mengen met het rode. Om dan te kijken wat er dan gebeurt. Ga je roeren? Ja. Wat voor kleur gaan we krijgen? Hè? Hmm. Het wordt volgens mij gewoon rood. Ja, wat rood. Iets lichter rood. Iets lichter rood is het geworden. Nou, vind ik niet zo leuk. Nee, dat is niet heel erg interessant, die laatste mix, hè? Nee. Ja. Heb je een lekker aardbei erbij? Ja. Dat is lekker. Ja.
Nou, mama is de laatste pannenkoek aan het bakken. Ja, we kunnen er zo nog wat eten. Ik vind het was niet zo bijzonder, die mengsel. Nee, het mengsel was niet zo bijzonder, maar die eerste met de kleuren was wel heel leuk. Ja. Ik vind het wel heel leuk om te doen dit zo met z'n allen. Ja, ik ook. Maar als de laatste pannenkoeken worden gebakken en iemand al een lekker aardbeidje aan het eten is, dan betekent het ook dat de vlog weer is afgelopen. Ja! Wat zeggen we altijd aan het eind van de vlog? Doe het ook in de duimpje omhoog gaan en doe het een reactie. Ja! Toedeledokie! Duimpje omhoog! Ga abonneren! En vergeet niet even een reactie als je het een leuk filmpje vond. Ja. Mag je onderschrijven. Tot de volgende keer. Tot bij de volgende, papa. Doei.